Mooi. Televisie kan weer uitblijven vanavond. Het is weer niks. Hero, de campingraai. Oh, is dat dan? Ja, dat is weer iets in Amsterdam natuurlijk. De AVRO neemt u vanavond mee naar de campingraai waar de nieuwste snufjes op kampeergebied te zien zijn. De nadruk ligt dit jaar op de caravan. De caravan. Dat ze zo'n beetje op stap zijn met haar eigen huis, weet je niet. Terwijl het leuke van vakantie is dat je eindelijk weg bent uit je huis. Waar gaan we heen dan? Heen? Met vakantie. Hebben wij het dan niet nodig, Nel? Ik heb het wel nodig, maar kan niet weg. Waarom? Dat is wel het nadeel van eigen zaken hebben, hoor. Nou, maar we kennen wel een dagje naar Rokanje. Dat we op het terras gaan zitten van, hoe heet die tent? Badlust. Badlust. Ja, zonnetje erbij. Zonnetje? Ja. Moet dan wel schijnen. Ja, natuurlijk schijnt het zonnetje, Nel. Biertje erbij. Ja, dat is vakantie. Spannend. Nee, Nel, juist ontspannend. Ontspannend. En het leuke ervan is dat die ober die daar dan loopt, die heeft geen vakantie. Die loopt zijn eigen tapelazeris. Dus als die dan met biertje brengen, het is niet tip-top getapt, weet je niet, dat er te weinig schuim op zit of te veel, dat kan je altijd meten zo, hè? Moet twee vingers zijn. Dan zeg ik tegen hem, opertje, zou jij meneer Kooijman niet eens een goed getapt biertje brengen? Want meneer Kooijman heeft het hele jaar op de bus gezeten, die heeft recht op een goed biertje, neem deze maar weer mee. En moet hij ermee weg, weet je niet, en het terras zit hartstikke vol, dus eer dat hij weer terug is, is het te laat, is dat biertje weer neergeslagen, stuur ik hem weer terug. Ja. Dat is vakantie. Simon en kleine Jaapie gaan lekker naar Spanje. Hé? Eens even kijken. Dit is een waanzinnig programma over de campingrij. Dan moet ik voor de bruiden naar kijken. Daar ga ik namelijk een uitgebreid artikel over schrijven. Ga jij naar Spanje? Zeker. Waarom weet ik daar niks van? Dat weet je wel. Dat weet ik niet. Jawel, van de week op de RET heb ik verteld. En ik nou? Jij hebt toch koffie? Nee, vakantie. Jij gaat toch lekker naar Rokanje? Hoe heet die tent ook weer? Badlust. Gezellig. Waarom ga jij dan naar Spanje? Ja, jongens, daar zijn we. Oh, zij is mooi, hoor. Nou, levensgevaarlijk achter je auto, maar daar gaat het nou niet om. Hoe moet je daar nou bij, man? Oh, nee? Nou, de meeste ongelukken op vakantie gebeuren met de caravan. Ja, als je niet kan rijden. Nee, jij kan rijden. Hé, hey, Jaap, hou je mond even. We zitten te kijken. Zo, dat is een mooie. Ja, ja. Dit is de nieuws van de nieuws. En het allermooiste is, Nel, ik ken die importeur en die ga ik morgen interviewen voor de bruin. Jonge. Ja, eindelijk een goede maatregel van de gemeente. Vanaf volgend jaar zal in de hele binnenstad het betaald parkeren worden ingevoerd. Ja, daar ben ik lekker klaar mee. Nou, laat ze maar dokken, die automobilisten. Nagelen met doodkist. Van de week anderhalf uur in de tunnel stilgestaan. Had er eentje geen benzine meer. Zat de hele tunnel vast. Wat gaat het kosten? Wat? Ja, parkeren. Dat staat er niet bij, maar ik hoop dat het veel is. Jij hebt geen auto. Gelukkig niet. Maar hij wel. Wie? Siem. Siem? Ja, Hero, Siem. Ja, ik weet wel wie Siem is. Nou dan. Nou noem je dat een auto wat hij hebt. Dat is een Anglia. Met zo'n gek achterkantje. Nou, daar zou ik voor mijn verdriet om niet in willen rijden. Ja, dat komt er goed uit, want je mag er ook niet in rijden. Trouwens, Nel, hij staat bij de garage. Er komt een trekhaak achter. Een trekhaak? Voor mijn caravan. Jo, ga je er eentje kopen dan? Nou, daar heb jij toch helemaal geen geld voor? Wie heeft het over geld? Heb je hem weer, heb je hem weer. Hey. Is die mooi of niet? Nou, wat is die mooi, zeg. En nou lijkt het mij een veel beter idee van in plaats van in de showroom, dat we die foto maken op de camping. Precies, dat is echter. Kralingse Bos. Ja, en als u dan zorgt dat de dingen rond een uurtje of 11 staat, dan kom ik er ook naartoe en dan doen we daar dat interview. Hé? Voorpagina, uiteraard. Ja, tot dadelijk. Voorpagina? Jazeker. Dat is toch geen nieuws? Het nieuws staat binnenin. Hé? De voorpagina is handel. Doet de Telegraaf al jaren. Telegraaf, fout geweest in de oorlog. Ja, in Kopen stonden wel hele lekkere recepten in, hoor. Nou, hè? In de hongerwinter. Maar Siem, dat hele caravan gedoe, dat is toch eigenlijk geen kamperen? Nee, natuurlijk niet. Kamperen doe je in een tent. Juist, mijn idee. Dat was vroeger ook voor de oorlog. Toen gingen we met z'n allen of moesten we in zo'n legertent, weet je niet? Met z'n allen kamperen.
En dan moest je alles zelf doen. Aardappelen schillen en dan met zo'n priem. Water halen bij de boer 6 kilometer verderop. En dat voel jij zo verschrikkelijk. Daar gaat het niet om, het was vreselijk, maar dat is kamperen. Nou, ik ga lekker naar de Dordogne met mijn tentje. Tentje? En dan sta ik langs de rivier, dan huur ik een kanootje. Kanootje. En dan s'avonds lekker kokkerellen, maak ik een lekker hapje. Hapje? Kijk, dat is kamperen. Mooi Bas, de Dordogne. Vooral in de buurt van Sarlat. De Dordogne, Sarlat. En ze kennen haar eigen land nog niet eens. Nou, Jacobus, toch zou het wel wat voor jou zijn, want in Sarlat heb je een tent en die heet Désir de Bain. Hé? Badlust. Dat hebben ze dan nog nagehaapt ook. En wat gaat u doen, tante Nel? Wat denk je? Gooit u de zaak toch 2 weken dicht? Ik mag een dagje naar Oranje. Gaan u toch lekker met mij mee? Wij samen in dat tentje van jou? Nee, dat redden we niet. Zit jij er weer te doen? Pan con ajo y tomate. Wie zijn moeder? Brood met knoflook en tomaat. Stinken uren in de wind, man. Lekker en gezond. Gezond? Knoflook? Ja, tegen de muggen. Je zit nou toch in Holland? Ik eet toch Hollands eten? Hier ook, kijk. Kingkorn met blueband en hagelslag. Als ik dit eet, ben ik toch een beetje in Spanje. Nou, waarom ga je dan niet lekker terug? Dat kan toch niet, ja? Ik ben gevlucht voor Franco. En heel Nederland zit er op de camping. Ze zouden Spanje juist moeten boycotten. Totdat de dictatuur gevallen is. Wat is daar zo erg aan dan? Dictatuur, Jaap. Onderdrukking. Niemand mag zeggen wat hij wil. Ha, nou, dat zouden ze aan mij een goeie hebben. Ik zeg altijd wat ik wil. Vanmorgen op de beurs nog stapt er een vent in die zegt... Ik ben voor Feyenoord. Ik zeg, oh ja? Nou, ik ben voor Sparta. Ja, toen stond hij toch gek te kijken. Zo. Dus die dictatuur van jou, laat die maar komen, hè? Die maakt bij mij geen schijn van kans. Ik ga op vakantie naar de Friese meren. Beetje wissen, beetje zeilen. En dan logeer ik hier in Sneek. Bij pension Heit en Mem. Heit en Mem? Vader en moeder. Hé? Dat is Fries. Jo. Ja, in Friesland spreekt men Fries. Ze hebben hun eigen taal. Schei eens uit. Echt waar? Ken ik daar ook al wat niet meer naartoe? Buenas tardes, caballeros. Simon. Ja, Paco. Want Hiro, Simon, die gaat naar Spanje, hoor. Echt waar? En hoe? Maar dat kan toch niet, Simon? Jawel, hoor. Die wegen zijn prima. Franco, Simon. Dat weet jij toch ook? Ja, nee. Ik ga natuurlijk alleen maar voor het mooie weer. Maar dan kan je toch ook in Frankrijk blijven? Nee, is veel te duur. Die peseta, die kost helemaal niks. Jongen. Lekker. Ajo y tomate. Simon, ik dacht dat jij een vriend van mij was. Huh? Het valt mij erg van jou tegen. Ja, nee. Ik ga er natuurlijk wel aandacht aan besteden, hoor. Aan die misstanden in de bruine. Maar, Paco, eerlijk is eerlijk, moet ik er natuurlijk wel zijn. Oké. Wat zeg jij dan? Ik ben een integer journalist. Ja, dat zal best. Nou, hij gaat alleen maar op vakantie, Paco. Hij gaat lekker in de zon leggen. Hé, meneer Harmsen? Simon zegt net tegen Paco, ik ga naar Spanje om de misstanden te tellen. Ik zeg, nou, jij gaat gewoon alleen maar de hele dag in de zon leggen. Frietje stokvis. Wat ben ik jaloers op je. Oh? Dat ik kan de hele zomer niet weg. Nee, toch? Ik zit met moeder. Haar eczeem is van een dermate buitenproportionele hardnekkigheid. Dat de dokter zegt, Ton, je moet echt heel dicht bij je moeder in de buurt blijven. Gaat het toch lekker een dagje met mij naar Badlust? Naar Badlust? Zo kan je. Maar dat is toch veel te ver weg, koeienbaan. Valt mee, meneer Harms, een uurtje met de bus. Koeienbaan. En met uw rols een half uurtje. Ik moet in de stad blijven. Ik moet heel dicht bij haar in de buurt zijn. Nou, dat is heel erg jammer, meneer Harms. Want anders had u met mij meegekend met de caravan. De caravan? Hebt u niet eens, hoor, meneer Harms. Wat is dat dan? Een vakantiehuis op wielen. Hè?
Je hangt hem achter je auto en je kan gaan waar je wil. Ja, maar hoe ziet het er dan uit? Grandioos. Nou, Harms, weet je wat? Ik geef u vanmiddag even een belletje. Belletje? Telefoontje. Telefoontje! Belletje! Enig! Dat van vriendje Stokvis. Belletje! Jij gaat mij toch niet vertellen dat je een caravan hebt? Ik vertel jou helemaal niks. Lekker, Paco. Maar het kan ook met aubergine. Si. Pan con ajo y berenjena. Ja, nou, ik ga het liever gewoon dood. En het eten, tante Nel. Het eten. Ganzenleverpaté bijvoorbeeld. Paté de foie gras. Dat is me toch zalig? Lever, ik hou niet zo van lever. Nee, ik ook niet. Maar van deze wel. En nou zijn de mensen, die zijn er tegen, hè? Want ze worden vet gemest, die ganzen. En dat gaat een beetje eigenaardig. Eigenaardig? Ja, kijk, zo'n boer die pakken gans. Die houdt hem stevig vast onder zijn kop. Dan duwt hij er een trechter in. Stoptrechter noemen ze dat. En dan duwt hij dat voer, dan duwt hij zo bij die gans naar binnen. Krijgt hij in 3 weken tijd 25 kilo voer naar binnen. Zo. Wordt die lever 5 keer zo groot. 25 kilo? Daarom is het ook zo duur. Het is een delicatesse. Ik kan het hooguit 2 keer gaan eten. Dat is maar goed ook. Dan pas je niet meer in je teentje. Goedemiddag. Hallo Simon. Hey Simon. Willen de dame en de heer van wie ik al jaren het genoegen mag proeven om met hen bevriend te zijn, even voor de deur gaan kijken? Voor de deur? Ja, buiten. Meneer Armsen. Oh, niet te geloven. Wat is die mooi. Jawel, het blijft toch een caravan. Zit echt alles in een keukentje. Joh, volgens mij zit er ook een wc. Bespottelijk. Hoe doe jij dat dan? Nou, ik graaf gewoon een kuiltje. Kuiltje? Ja. Bij de padvinderij gezeten en dan groeven we een kuiltje en dat noemden we dan een hudo. Hudo? Houd uw darmen open. Jappie! Ja? Is het wat of is het wat? Is die bij jou? Voor een maandje. Een maandje? Ik zeg er geen vent, als jij op de voorpagina wil, staat daar natuurlijk wel wat tegenover. Joh. Ja, dus deze jongen gaat helemaal naar Spanje. Oh, goed zeg. Ja. Is je niet? Hij wel. Is de nieuwste van de nieuwste. Nou, wat moet maar. Waar gebeurt? Oh, de eerste dag gaan we tot Parijs. Oh, ja, ja, en dan staan we in het Bois de Boulogne. Mooi, dan kunnen jullie nog even langs de Eiffeltoren. Nee, joh, tante Nel, dat is veel te toeristisch. Dan gaan we door naar Bordeaux. Niet vergeten, Tessin. Paté de foie gras. Veel te zielig voor die beesten. Kom wel goed. Ik zeg gewoon dat het huis mag erin. En dan de derde dag naar San Sebastian. En dan staan we op camping La Rosaleda. Dat jij dat toch allemaal weet? Ik moet toch de kaart lezen, anders komen we er nooit. Jappie! Jappie! Wat krijgen we nou? Ja, je koopt eens waar een artikel in de bruine allemaal niet goed voor is, hè? En dat allemaal voor mijn deur? En voor de mijne. Voor die ouwe? Ik zeg het je nog 1 keer, Nelly Kooijman. Waar de man woont, draagt hij de kroon. Maatregelen nemen. Maar dit gaat natuurlijk niet. Jongen. En gaan jullie dan nog verder naar het zuiden? Nee. Het is een grootse camping. Een grootse camping met een prachtig zwembad en een restaurant. En een uitzicht, jongen. Je kijkt zo over de hele baai van San Sebastian. De concha heet die. Dat betekent schelp, omdat die zo rondloopt. Weet je niet? Nee, je hoeft de camping niet af.
Nou, pap, ik wil ook een keertje naar de oude stad, hoor. Ga je maar lekker alleen. Maatregelen. Politie. Ja, Stokvis. Ik ga het hier hoogstpersoonlijk een einde aan maken. Meneer Harmsen. Vriendje Stokvis. Ik ben stupiefair. Ach, meneer Harmsen. Wat is er nou? Vindt u hem niet mooi? Prachtig. Maar het idee dat vriendje Stokvis hier mee op reis gaat en ik niet mee kan. Ik heb hem niet uitgenodigd. Ik zit met moeder en haar exeem is van een dermate buitenproportionele hardnekkigheid. Dat de dokter zegt, Tom, je moet echt heel dicht bij je moeder in de buurt blijven. Oh, jammer nou, hè. Maar meneer Harmsen, ik kan ook niet mee. Dus gedeelde smart is halve smart. Wat een gezelligheid. Ik ga sangria maken. Ik ga even naar de koop. En ik ga even een hudootje graven. Hudootje? Ja, brigadier. Met Jaap Kooijman hier, oh. Ik moet een melding maken van een grove schending der openbare orde. En dan wou ik even praten met Nico van der Spel, de wijkagent. Oh, mooi, ja. Geef hem maar even dan, ja. Nico, Jaap Kooijman hier. Nico, jij bent de beste wijkagent van Rotterdam-Zuid, dat weet je toch, hè? Niet? Nou, dat ben je, hoor. Ja, natuurlijk ben je dat. Ja, dat mag ik toch wel vinden, hè? Dat moet ik toch weten? We zitten hier toch niet in Spanje, hè? Oh, Nico. Jij moet nu hier even hoogstpersoonlijk in de Oranje Boomstraat inkomen grijpen. Ja, is recept van mijn moeder. Geweldig! En zo praktisch ingericht. En die bank die kan opgeknapt. Kun je naast elkaar waar vriendje stof is. Wat zou dat gezellig zijn. Er zit zelfs een toilet in. Uiteraard. Nou, dat komt goed uit, want ik sta op springen. Nico. Dag Nico, goeie. Wat denken wij dat we hier aan het doen zijn? Ja, inderdaad, Nico. Nou zie je het met je eigen ogen dat ik niks te veel heb gezegd. Het is toch niet te geloven, hè? Die arme automobilisten moeten in de stad moeten die parkeergeld gaan betalen. En zij denken dat ze hier ook er een beetje een camping van kunnen gaan zitten te maken. Het is inderdaad verstoring van de openbare orde. Ah, horen de aanwezigen dat? Slaan ze in de boeien, Nico, en zet ze op water en brug. Zo. Dat was net op tijd. Meneer Harmsen. Akkoeipa. Dat vind je niet geweldig? Dat wel natuurlijk. Die vriendje Stokvis is toch wel een duivelskunstenaar? Ook dat, ja, dat zeg ik net tegen Nico hier. Die kwam toevallig langslopen, hè, Nico? En ik zei, hè? Hé, Kooijman, je hebt me gebeld. Nou, gebeld. Dat ik moest ingrijpen. Nou, ingrijpen. De storing van de openbare orde. Nou. Kooijman, hoor ik het goed? Heb jij de politie gebeld om dit gezellige samenzijn te verstoren? Kooijman, ik heb Paco gevraagd mij hier naartoe te rijden. En hij was bezig de garage een grote beurt te geven.
Hij was nog lang niet klaar. En jij gaat stamtepieden naar de RET om zijn carré helemaal af te maken. Heel goed. Heel graag, meneer Harmsen. De bezem staat in de kantine. Nico, wat dacht jij van een lekker glaasje sangria? Nou, daar zeg ik geen nee tegen. Meneer Harmsen. Mensen, niet om het een of het ander, maar Pelleboer die was net op de radio. En die zegt dat het de komende 3 weken schitterend weer gaat blijven. Maar dan hoeven jullie helemaal niet naar Spanje. Nee. Salut! Ik hou van Holland. Land aan de Zuiderzee. Dat stukje Holland. Neem ik in mijn hartje mee. Daar waar die molens draaien in hun fors. Met de RET. Dat is groeibad met meneer Harmsen. Ben je klaar? Ja, meneer Harmsen, de hele garage is aangeveegd en je kan weer van de vloer eten. Ja, mooi. Groeibad, het is een dolle boel hier. Echt heel gezellig. Alleen, ja, we zijn bijna door de sangria heen. Nee, toch? Ja, dan weet ik het goed gemaakt. Jij pakt je brommer. Rijdt naar de avenue, gaat achterom de tuin in. En in de schuur staan een aantal douches met wijn. En dan neem jij 1 douche, zet hem achter op je brommer. En komt dan als de wiener weer, ga je hier naartoe. Ja. En Koeiman, heel zachtjes, hè? Want anders wordt moeder wakker. Ja, meneer Harmsen.